Bonaire is een van de tofste plekken om te leren duiken. En dit ga ik vandaag doen bij Private Divers Bonaire. Ze halen je zelfs op locatie en persoonlijke aandacht staat hierbij hoog in het vaandel. En ze komen we zo ophalen. Wat houdt een introductieduik een beetje in? Met een introductieduik ga je een beetje kennis maken met de beginselen van het duiken. Mm-hmm. En dat op een hele rustige en veilige manier, zodat jij je comfortabel gaat voelen in het water. En als dat allemaal goed gaat, gaan we gewoon lekker genieten van de drift. Nou, dat klinkt helemaal goed. Super tof. In Nederland ben ik heel erg in aanraking gekomen met mensen met een beperking. Zodra iemand met een beperking gaat duiken, heeft hij dezelfde beperking als die wij hebben. We kunnen namelijk niet praten onder water. Mm-hmm. Je bent afhankelijk van je gear. Dat stukje dat interesseerde mij heel erg. Een jaar geleden zijn we begonnen met twee Duitse mensen. Ja? Die alle twee een dwarslesie hadden. Zo, oké. Okay. Maar die zijn inmiddels wel open water gecertificeerd. Dus ze mogen over de hele wereld duiken. Maar wel heel fijn dat ze de mogelijkheid hebben om ook gewoon te kunnen duiken. Precies.